Zo, ja, we zijn weer live. Lekker met een leuk muziekje natuurlijk weer. Zoals gewoon ik. En vandaag gaan we natuurlijk lekker GTA weer doen. Net zoals de laatste livestream die we hebben gehad. Ik zie trouwens dat de microfoon recht voor de chat staat. Laten we deze even weghalen. Dus hebben we het ook niet nodig vandaag. Even kijken, waar gooien we die ergens neer? Gewoon achter mij. Nou, dan ga je hier maar mooi staan. Ja, we hebben het niet nodig vandaag. En ja, we gaan eens even kijken. Even alles opstarten zo. Hop. Een beeldig ietsje pietje draaien. Een stuk beter. Dan sta ik tenminste in het midden ongeveer van het scherm. En ja, het is wat ik zeg. Vandaag lekker weer GTA. Wat races. Ik ga nog even een ander muziekje voor jullie aanzetten. En het muziekje van vandaag wordt natuurlijk weer gewoon een beetje de electronic dance style die we altijd hebben. Even kijken, natuurlijk wel blije muziek. Hi. En let's go. En thanks voor degene die net hosten. Als trouwens het geluid te hard staat, let me know it. Dan kan ik het altijd nog aanpassen. Even kijken, zo. Ik heb sowieso al ietsje pietje zachter. Kijk, dit is voor mij een stuk beter. Even kijken, ik wil online. Zo, en dan zetten we even de game aan. Zo, let's go. Nu moeten we natuurlijk toch wel even inkomen. Maar als we er dadelijk eenmaal in zitten, gaan we weer lekker wat races doen. Misschien wat missies. En natuurlijk, we gaan ervoor om natuurlijk nog level 100 ooit te worden. En natuurlijk, mijn doel is... Wat was het ook eerst? Oh ja, die auto waar we mee bezig waren. We waren een auto aan het pimpen. Die kost nu 525k om te laten pimpen. Dus dat zijn een beetje de dingen waar we mee bezig gaan. En Gino, weet je, thanks voor de follow. En welkom bij GC, man. En ik ga eens even kijken wie er allemaal is. Ik zie dat, even kijken, op dit moment is Gino, weet je, online. Sander, Dutch Harry, Maximaat. En Gijs natuurlijk. Super gezellig dat jullie allemaal meekijken. Als er iemand mee wilt spelen... Dan kun je meespelen. Donaties die kun je helaas op deze livestream niet doen, Gino, weet je. Ik vind het wel zo irritant, joh. Ik heb een mengpaneel en ik hoor altijd het volume maximaal. Dus ik kan nooit instellen wat ik eigenlijk precies wil horen. Dus vandaar ook dat ik af en toe echt helemaal gek word als ik daar GTA aan heb staan en muziek aan heb staan en alles heb aanstaan. Maar... GTA, please, laat eens even. Dan kan ik zo meteen ook jouw geluid aanzetten. Tum, tum. Nou, weet je wat? Ik zet ook even praatscherm aan, hoor, jongens. Want dit duurt me allemaal een beetje veel te lang. Nou, zo. Voilà. Zoals jullie weer kunnen merken, ik heb natuurlijk een bovenverlichting en onderverlichting weer aanstaan. Dat zijn jullie natuurlijk niet echt gewend, maar daardoor heb ik een betere verlichting. Maar hoe is het eigenlijk met jullie? Laten we dat eens vandaag vragen. Jullie eerste schooldag of werkdag weer natuurlijk van de week. Dus ik ben heel benieuwd. Of hebben jullie vandaag nog iets leuks meegemaakt natuurlijk beleefd? Of iets minder leuks? Kan natuurlijk ook altijd. Ah kijk, ik zie dat spelletjes geladen. Mooi zo. Live the game. Let's go. Oké, hey, gast. Zullen we even niet gaan douchen? Er zitten jonge kinderen te kijken, ja? Zo, stap er eens even uit. Mooi zo, dank je. Duits me like, wat? trouwens, weet je wat we even vandaag gaan doen? We gaan natuurlijk mijn bot ook aanzetten. Even kijken. De bot. D. En lounge. Nou, de bot staat ook aan. Dat was bijna vergeten. En ik zie dat we een volger erbij hebben. Sander, thanks voor de follow. En welkom bij GC. Even kijken. Eindelijk je eerste examen voorbij. En wat was je examen? Het lijkt een beetje Duits, want je bent de hele tijd Duits aan het praten. Dus misschien heb je wel een Duitse examen gehad. Tenminste, lijkt dan zo. Zou het er vast en zeker helemaal langs zitten, maar wie weet, misschien heb je wel gelijk. En tot de garage. Ja, ik kreeg een butterfly knife op CSGO. Oeh, die is voor mij best wel vet. Kijk, mijn botje begint even iedereen te verwelkomen. Gezellig botje. Mijn botje is beleefd. Oké, nou, welke auto? Waarom ook weer... Waarom is deze garage voor de helft in één keer leeg? Wat de heck? Waar ben ik? Waar zijn allemaal auto's? Mijn motoren? Hallo? Ik ben de helft van mijn auto's kwijt. Dit zijn zo'n lelijke dingen. Wat de heck? Waar zijn allemaal auto's gebleven? Wat is dit dan voor auto? Nou, deze ziet er eigenlijk wel vet uit. Wat is dit voor een auto? Nou. Ik ga even geluid aanzetten. Voilà. Laten we alles in het verkleintje zeggen. Daar zullen we dat even niet doen. Gold, weet je mijn naam? Ja, Harry is je naam. En dit is gesponsord door Burgershot. Oké, nou.
Maar ik zoek deze auto helemaal niet. Ik wil een andere auto. Even kijken. Waar staan alle andere auto's? Eclipse Tower, daar staan ze volgens mij in. Laat het hopen dat ze in de Eclipse Tower staan. Nou, let's go. Heb account change gold. Van Sick Firework Entertainment naar dit. Dat weet je dan. Niet dat je denkt dat je creepers volgt. Oh joh, zou zo maar kunnen joh. Ik zou niet weten. Ik zie trouwens dat we gewoon 19 kijkers hebben. Echt super awesome, super gezellig. Welkom allemaal. En vandaag gaan we lekker een uurtje, twee uurtjes livestreamen. Daarna moet ik weer natuurlijk opnames gaan maken voor YouTube. Even kijken. Yo IMAX, welkom op de stream. Gezellig dat je meekijkt. Hoe is het ermee? Ach, mijn auto blijft ook niks wel of zo. Nee, mijn echte naam. Ja, ik weet je, ik haal jullie altijd door elkaar. Jij bent Jurgen dan, toch? Volgens mij Harry of niet? Ja, weet je, ik ben altijd heel slecht in namen onthouden. Caps. Ah, je bent going one. Ah, super gezellig. Ja, maar ik zei niet toch de juiste naam? Het is toch Jurgen, of niet? Ja, ik wou zeggen. Je garage is vol. Oké, maar waar is die dure auto van mij dan? Ik wil mijn auto terug. Mijn auto. En jullie gaan trouwens ook vaker merken dat ik ook live ga. Gewoon nog een uurtje of twee uurtjes later op de avond. Het heeft alles te maken van, als ik dan wat drukker heb, dan kan ik alsnog gewoon daarna live gaan. Dit is die auto, hè? Ja, dit is hem. Volgens mij is dit hem. Een hele mooie auto. Een IMAX, thanks voor de volle mannen. Welkom bij GC. Maar vandaag had ik wiskunde gehad als examen. Wiskunde, ja. Dan moet je vast en zeker weten wat 3x3 is. Als je wiskunde hebt gehad, dan moet je dat ook weten. Ja, joh, te veel caps en zo'n ding allemaal. Nou, ik ga eens even kijken. We gaan gewoon even een lekkere race doen. Of zullen we een last time standing? Ik heb eigenlijk ook wel zin in een last time standing. Weet je, we gaan last time standing doen. Ik krijg weer geld voor. And I like the monies. Are you sure? Yes, I'm sure. Hoe is het met Toscana? Ik zou niet weten hoe het eigenlijk met Toscana zit. Ik wist geen naam YouTube. Zoals jullie natuurlijk weten, ben ik op MyTopia op die gemeente volle boos. En ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, mijn bot is altijd vriendelijk. Nou, we gaan BMX versus Centurno doen. Dat is oneerlijk. Een BMX versus een Centurno. Ja, wat wint er? Centurno, denk ik. Als je een BMX hebt versus een Centurno, is dat niet echt... What? Ik vraag me af hoe dit goed gaat aflopen. Dat kan nooit goed gaan. Maar van de andere kant... Believe I can fly. Of zoiets denk dat het wordt. Ja, je kijkt allemaal Topia video's. Aha. Je video's zijn echt vet. Oh, thank you. Thank you, wou ik zeggen. Maar ik bedoelde eigenlijk... Oké, dank je. Waarom ga ik nu half Engels praten? Oké, thank you. Oké, ja. Het kan natuurlijk beide. Hoewel, ik zei het... Dank je. Weet ik veel hoe ik het zei. Ik zei het... Thank you of zo zei ik. Ik weet het ook niet. Ik ben vandaag goed in mijn woorden, zo als jullie kunnen merken. Ach joh. En Calvinity, welkom op de stream. Gezellig meekijkt. Hoe is het mee? Hopsakadee, hartseplats. Nou, nog 5 man nodig. Hoe krijg je je punten te zien? Uitroepteken coins of uitroepteken points? Eén van die twee. Ik heb net een PS4 besteld met 3 games. Nice, maximaal. PlayStation 4 of de PlayStation 4 Pro heb je besteld? En welke games heb je besteld? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Gould, ik en Sander gaan ook een PS4 kopen met GTA 5. Mogen we dan meedoen? Natuurlijk mag je dan altijd meedoen. Ik zeg altijd zo, zo heeft er meer zielen, zo heeft er meer vreugd. En natuurlijk onze motto's, hè. Gamen is een hobby, gamen doe je samen en gamen doe je voor de fun. Let's speak some English. I have English exam tomorrow. Nou, laat ik dat niet doen. Ik speak English very well, maar het mot zo snel, maar dat komt nog wel of zoiets gaat het toch? Maar hoe gaat het met mij? Ja, het gaat helemaal perfect, joh. Het gaat super de duper. Ik moet nog even kijken, ik wist geen naam YouTube, maar dat komt wel goed. Misschien fix ik het ook wel zonder allemaal die dingen. Maar, we gaan het zien. Nou. Hallo, spel. Ah. Ik heb een flare gun en ik heb een fiets. Oké.
Je denkt dat ik moet gaan fietsen? Oké. Oh damn. Oh, en hun kunnen mij dan natuurlijk afrijden. Zie je hier dan gaat. Hey! Holy damn. Hey, nee gast, nu ben ik er afgevallen. Nee, waarom? Waarom heeft ze dat gedaan? Nee! Nee! Nee, mijn fiets. Ah ja, nu ben ik dood. Nu ben ik gewoon dood. Echt, stelletje oelewappers ook weer. En waarom zit ik altijd met die uilskuikens in het team? Beetje slim, ging NL en normaal pro bestellen, maar hebben toch een bundel gekozen met Watch Dogs. 2 Gold Edition of zo, dus je Call of Duty Infinity Warfare. Ah, nice, nice. Heb je Call of Duty Infinity Warfare inclusief Call of Duty Modern Warfare de remake of alleen de Call of Duty Infinity zelf? Ik weet niet wat die hier allemaal aan de prutsen zeiden. Oh! Dit is echt, wauw, GG. Nee. Rip ons team, rip en monies. En dan moeten wij het voor de potje gaan winnen. Oh, damn it. Nou, we staan nu al sowieso 1-0 achter. Hoewel. Oh nee, er staat nog eentje op de baan. Oh, hij moet dan helemaal aan de overkant komen. Oh, dat had ik niet moeten zeggen, want toen ging het fout. Want je hebt ook 2 edities, dat weet ik. Continue. Ik ben trouwens wel benieuwd hoe lang we daarover nodig hebben om die 552k bij elkaar te krijgen. Ik vind Ark echt keileuk. Ark, dat ga ik vandaag nog heel toevallig opnemen. Kom straks misschien nog even op de server. Nee, vandaag niet meer. We moeten eigenlijk mijn Tokyo opnemen. Ik moet eigenlijk Ark opnemen na de livestream, dus ik heb echt druk. Phoenix versus Zentorno. Nou. Ik pak de Zentorno. Hoppa! Oh. Oké, dat ging wat minder goed dan ik dacht. Ik dacht, dat is veel makkelijker, joh. Oké, waar is die gast gebleven? Even kijken. Hop. Ah, nee, die vliegt erover. Je bent ervoor aan sparen. Oké, nice. Je moet echt hier zo goed nadenken en... Ah, nee. Nee. Shit, happeners. Maar op welke console ga je Ark halen dan? De PlayStation 4, de Xbox One of de PC? Kan natuurlijk op alle consoles, hè? Oké. Zekere. En... Pakbal! Doeg! Wat was hij? Nou. Kijk, hopsakee. Zijn er alweer 2 dood? Ik weet niet waar de rest van het is, maar dan gaan we nu even kijken. Zie ik ze al? Ik zie nog helemaal niemand, joh. What? Nee! Dit kan niet! Ik raak hem volop! Ah, shizzle! Nee, ik mis hem net. Dus ik denk niet dat het een bundel is. Ja, ik zou het niet weten. Wat is deze flaptrol eigenlijk allemaal nu aan het proberen? Er zit er trouwens wel eentje van hun op, of niet? Ik wil er ook op. Kom op. Dat zou toch moeten, haalbaar moeten zijn, of niet? Ah, shit. Nee, nu hebben we een tank. Nu zijn we de klos. Nu zijn we helemaal de klos. We hebben een tank. Rip ons, denk ik. Oh, nee. Is hij er weer afgevallen? Nee, er staat al eentje op. Wat? Oh, damn. Ah, op PlayStation 4. Nice. Daar. En op. Oh ja, hij heeft natuurlijk flerken. Ik wou zeggen, u heeft nu een pistool in zijn handen. Waarom staat er achter een groen puntje van ons? What the heck? Oh, damn. Die gast heeft gewoon een jet.
Are you kidding me? Heb je een chat? En nu moet ik even zien te maken dat ik er ook op kan komen. Ah! Tuurlijk, dat wordt hem niet. Zo ga ik er niet op komen. Beetje jammer dit. Even kijken. Nou, waar staat hij dan? Hé? Hij is binnen gaan staan, maar waarom zou je binnen gaan staan? Cool, ik had veel huiswerk, ik moet helaas weg. Is die erg? Ik zou zeggen, veel succes en plezier met je huiswerk en tot de volgende keer, man. Hij is aan het vluchten nu, maar ja... Hier heeft helemaal niks aan. Nu gaan we sowieso verliezen, dat is één ding wat zeker is. Ah. Helaas. Als trouwens eigenlijk nog iemand mee wil doen, laat het even weten. En ik zou zeggen, feel free om te joinen. Hallo, what are we doing? Ik vraag me af waar die gast nu zit. Die zit hier buiten, toch? Maar ik kan hier nu niet van dit gastje af. Nou ja, hij... Maar ja, komt helemaal goed, Max. Huh? Oh, wat? Waar zit die gast überhaupt? Wat? Holy moly! Weet je wat hier allemaal aan de hand is? Hé? Ah, zonder dit. Oh, hij had een RPG! Zonde. Nou, 2-0 achterstand. Nou, continue. Yo, is goed, Harry. Tot later, man. Oh, Brandon komt gezellig meedoen. Nice. Nou, we hebben wel weer 5000, maar het is te weinig. Ik moet meer monies. Ik wil eigenlijk die 10 kaartjes per keer krijgen. Want als ik dan die 10k heb, dan hoef ik maar een potje of 50 te winnen. Op dit moment nog 30, denk ik. En dan heb ik genoeg geld eigenlijk voor de update. Maar ja, het zit er even niet anders op. Nou, kom op. Let's join. Nou. Weet je, ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon lopend dit keer. Misschien vele malen verstandiger om gewoon lopend te gaan. Weet je namelijk... Hey, hallo, Pipo, je moet niet tegen mij... Wat? Aanrijden. Oh, hier staan zoveel auto's, hè? Nee! Rip mij! Shit, hey. Flikker weer omlaag. Ik vind het trouwens helemaal geen lastige standing. Ik ga even een andere zoeken. Gold, dat wil ik nog even zeggen. Vind je echt een chille YouTuber? Ook ben je goed in de maken van streams en video's. Je bent ook een goede community leader. Ga zo door. Oh, thanks. Leuk om te horen. Nou, ik ga echt even een andere minigame doen hoor. Ik vind het echt geen zak aan. Ik moet iets met wapens hebben ofzo. Vind een nieuwe sessie. Ja, oké. Okay. Ach, wat maakt het uit, joh. Af en toe lief mag ik wel of niet. Ik ben trouwens ook niet geliefd omdat ik het... omdat we verliezen waren. Nee, ik ben echt gewoon puur geliefd omdat ik gewoon een leukere game mode wou doen. Nou, ik ben benieuwd of we dadelijk een betere lasting standing krijgen. Voor lasting standing, het zijn echt money farms. Dat is inderdaad een aardig lang woord, die Drentse streamer. Gun die Drentse streamer een bakje chips ons. Dat stond daar. Kijk, ik kan het ook nog lezen ook. Ha! Had je het verwacht? Op zich, dit is een makkelijk woord, maar je moet het even gewoon doorhebben. Ga je niet normale races doen? Dan ga ik stunt races doen.
Maar ik wil best wel stuntraces gaan doen, hoor. Even kijken. Dan gaan wij... pakken we deze erbij. Play quick at job. De stuntseries. Along. Are you sure? Yep, I'm sure. Nou. Ik ben nu aan het zoeken naar een job met stuntraces. Ah, kijk. We hebben iets gevonden. Nice. Hoe is het met Gold? Waar wees je altijd lekker? Het motto blijft, gamen doe je samen, gamen is een hobby en gamen doe je voor de fun. Ja, dat klopt zeker, dat is ook zo. Dat is mijn motto inderdaad. Of ja, mijn motto, de motto van onze community, laat ik het zo zeggen. Even kijken. Oeh, die brons is... Nee. Ik wou eigenlijk zeggen, dit is heel mooi, maar je hebt zo'n lelijke... Nou, weet je, ik pak wel Ice Wit, joh. Ga ik wel lekker zwart maken. Wil je doneren? Waarom? Geef eens een reden waarom. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Let's go. We gaan racen. Hopelijk halen we de eerste plaatje. Of tweede, of derde. We gaan wel even kijken. En let's do this. Oké. Nou, we zijn vertrokken. We staan nu eerste. Hey, goede start. En nu moeten we gewoon rustig blijven rijden en proberen die eerste plaats te houden. Oké, come on Gold. We can do it. Oh. En de kans is dat ik hem dadelijk gewoon aan de kant ga beuken. Oké, ik zit nu in zijn slipstream. Hoppa. Oh, daar kwamen we er perfect uit. GG, well done, well played. Bye. Nou, ik heb nu een mooie voorsprong al. Maar nu moeten we wel eerst blijven. Mij kennen de... Ben ik de hele tijd eerste en eindig ik als laatste. Hoppa, die is ook al gecrashed. Lekker. Hopsakadee. Nice. Nou, ik zie trouwens dat we al aardig wat bodies hebben. Omdat je chips hebt en daardoor de ceiling ben. Oh. Ik kan je wel een chipje per post opsturen. Maar ik weet niet of hij heel iets aankomt. Om de hoeveel tijd krijg je points? Ik zou het echt totaal niet weten. En Kobe, welkom op de stream. Gezellig als je meekijkt. Hoe is het erbij? Kijk, gewoon racen en praten tegelijkertijd. Let's do this. Oké. Map, map. En gewoon rechtdoor blijven rijden, want er is helemaal niks aan de handje. Nou, dat wordt gewoon een mooie eerste plaats voor mij als we zo door blijven racen. We staan nog 2 seconden voor. We hebben wel 2 laps. Nou, de eerste lap ging sowieso al goed. Dus laten we nu doorgaan dadelijk naar de 2e lap. Als die ook zo gaat, ben ik helemaal happy. Geen water hier uit, B. Dank je, very schön. Die golf ging net voor mijn neus weg. Oké, nou, dan gaan we weer. De laatste rondje, toch? Oh, nog steeds. Oh, ik dacht al dat we aan de laatste ronde gingen. Met mij gaat die ook goed. En leuk dat je allemaal mijn Topia-video's kijkt. En dan krijg je. Krijg je dat in de video een melding als ik live ben? Oh, nice, dat wist ik niet, dus joh. Weer iets nieuws geleerd. Cool, dat is een goede multitasker. Nee, weet je, mij boeit niks als ik nu crash de laatste word. Dat is het weer. Ik vind praten veel belangrijker dan het eerste worden in een raceje. Maar maak mij dan de eerste plaats nu uit. Het is natuurlijk leuk als je eerste wordt, maar communicatie vind ik het allerbelangrijkste. Gezellig kletsen. En daarvoor zijn deze livestreams ook. En daarom ook dat ik wat vaker live ga, al is het soms misschien maar een uurtje s'avonds laat. Omdat ik minder gewoon niet alle tijd heb om dan die volle 3 uur te gaan streamen ofzo. Maar we gaan het gewoon doen. En komen, thanks voor de follow, en welkom bij GC. Staat hier eentje stil? Nou. Gaat toch super zo? Hop, hop. Kijk, voilà. Plus 0 gold. Ja, een beetje raar. Plus 0 gold, ja. Ja, ik snap dat ook niet. Het systeem klopt nog niet helemaal volgens mij, maar ja. Oeh, daar was ik net op tijd aan het remmen. Anders waren we er vanaf gevlogen. En Stefan Appelboer, hey, je bent een koekje. Welkom op de stream, mag ik gezellig meekijken, hoe is het met jou? En yo, wieling, gezellig meekijken, hoe is het ermee? Kijk,
eigenlijk weer super gezellig. Ja, dit wordt beter, dit woordje. Maar ik kan dat niet zo woorden lezen onder een stream. Ik kan zinnen lezen nog net, maar... Kun je niet... Een heel... Oh, gun die Drentse streamer een blauw bakje barbecue hamfonds. Ah, dat is het. Ha, zelfs dat kan ik nog. I can do it. Oh, mijn bot is weer koekjes aan het stelen. Heb je gelijk in, Maximaas. Welke soort bot is het? Volgens mij is dit Phantom Bot of zo, of hoe die ook heet, Peloton of zoiets. Nee, geen Wise Bot. Dus een bot die moet je eigenlijk zelf een beetje nog instellen. Nom 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 nom. Lekkere cookies. Nou, als we nu nog gaan verliezen, jongens, dan weet ik het ook niet meer. Het kan toch niet meer zo zijn dat we nu nog gaan verliezen? Oh, is Maxime koekjes aan het stelen? Dat is die aardig. Kun je het spellen? Kun je het spellen? T. Ik moest T spellen, staat er. Kun je T spellen? Ja, T. Heb ik het gespeld? Oh, dit is eentje geliefd. Waarom blijven ze nu? Ik ben benieuwd of het gaat lukken, Gino. Even kijken. Ja, gaat lekker met je. Ja, met mij gaat hij ook helemaal lekker. Leuk dat je weer zo snel een stream doet. Ja, kijk, weet je, ik ga weer wat meer livestreamen, Wieling. Heb ik ook gezegd, natuurlijk. Wat ik nu eigenlijk dadelijk ga veranderen is, dus als ik tijd heb, ga ik gewoon live. Dus bijvoorbeeld net vandaag had ik met een andere YouTuber, die wou een beetje zijn ei kwijt. Heb ik een heel gesprek mee gehad. Anders was ik misschien wel wat eerder live geweest. Maar dan de tijd die ik gewoon heb, ga ik dan gewoon even live. En vaak ongeveer tot 10 uur, 11 uur of zo kan ik live gaan. Ligt er net aan wat ik nog allemaal moet doen. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe ik het ga aanpakken. Gewoon als ik tijd heb, ga ik lekker live. Heb ik geen tijd, dan heb ik geen tijd. En dan kan ik natuurlijk niet live gaan, toch? Zo simpel werkt het. Oké, nou, 15 jackpoint puntjes. En we krijgen lekker 6,5 kaartjes erbij. En 2,500 puntjes. Nice, nice. Nou, er komen nog meer van die uitgetekende dingen, inderdaad. Oh yeah. En dat, hey, Wieling is er ook bij. Maar alleen nu is onze hele lobby een beetje helemaal leeg gegaan. Dus ja, dat is wel weer een beetje jammer. Zo'n ei kwijt. Ja, zo noemen we dat. Nou, ik klik heel even op Freemode. Vanuit Freemode gaan we dan daar weer verder. Rip lobby, ja, het was inderdaad rip lobby. Rust en vrede. Die klasse tornado, de rat, de rot. Het is dus een dik klasse tornado waar een rat in zit en die is rot. Nee, grapje. Nee. Geen goede grappen van gold. Zoiets. Uitzoekteken koekjes. Oh, mag je koekjes weer stelen? Het is een koekje, dacht ik, of niet? Ik dacht dat het een koekje was, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ja, zeker weten, kan ik je helpen. En dan moeten we weer laden, vind ik altijd zo jammer, joh. Daarom zit ik altijd het liefst in een volle sessie waar je gewoon door kan blijven racen. Nou, Gino, wat voor auto had je? Je kunt nu ook al je auto inleveren, donderkletter. Ik wou zeggen, normaal is het uitroepteken koekje. Wow, willen ze me verdrinken hier of zo? Zo de kletter. De beste locatie ever of zo. 2 uur later. Ja. Ze zetten me letterlijk even gelukkig op een eiland neer. Ik moet gewoon zwemmen. Oh ja, GG, wel dom. Gezellig dat ik moet gaan zwemmen. Heel erg aardig hoor. Oké, nou, iedereen zit in mijn sessie. Dat betekent dat ze weer even moeten gaan opletten, want we gaan weer meteen door met een stuntserie met de friends in de sessie.
Mooi pakje heb je aan. Ja, het ligt eraan. Hey Gold, wat is er? Ik heb altijd pech. Nou. Dan gaan we binnenkort ervoor zorgen dat je geluk hebt, Gino. Op een onbewoond eiland, samen met Gold. Daar word je toch zo blij van, want het is samen met Ouch Gold. Half bewusteloos val ik hier. Nou, let's zwem. Stunt over en under. Wat gaan we doen? Over en under. Dus op en under. Is dat neer? Op en neer? Nou, oké. En dan gaan we hier naartoe. Ik ben vlugge Jaapie. Tuurlijk. Mag ik hier niet af of zo? Ik wil hier uit. Ah, nice. Oké, dat kan ook. We gaan starten met de race. Ben benieuwd wat voor race het gaat worden. Launching de sessie. Oh, ja, dat zou zo kunnen. Weet ik niet zeker. Ik ben ook zo goed in de, ja, ondersteboven, zou het wel moeten betekenen, denk ik hoor. Nou, we gaan eens even kijken wat we gaan doen. Ups, oké. We zullen een scooter pakken. Nee, grapje. Doe maar niet. Ik pak de cliffhanger. Mooi groenkleurtje. Ik vind trouwens wit, vind ik hem ook echt awesome. Hij is altijd awesome trouwens. Een zilver. Nou, ik pak wat black. Maar heel toevallig is hij precies goed de black. Ja, very good English. Maar English is very well, but not zo snel, maar dat komt nog wel. Yo, Niels, welkom op stream. Gezellig dat je meekijkt. Hoe is je erbij? Wij zijn weer niet met heel veel man. Ik vraag me af of dit goed gaat komen. Als hier loopings in zitten, dan gaat het nooit goed komen. Oké, nou dan gaan we, jongens. Waarom is de wieling zo snel? Oh, dat komt omdat we hier dan weer naar onder moeten of zo. What the heck? Oh, ik snap er nu al helemaal niks van. Waar moeten we nu naartoe? Oh, hier hadden we dan weer boven eroverheen kunnen. What the heck? Dat hebben ze voor een circuit gemaakt, joh. Mijn motor is wel aardig traag, jongens. Wat denk je, die vooruit te branden, dat ding wat ik heb? En ik dacht ook dat ik de snelste motor had, maar blijkbaar niet. Nou, dan gaan we wel even over de kop. Oh! Tuurlijk, ik mis gewoon... Ik ga zo snel dat ik de checkpoint mis. Heb ik weer. Nou. Nieuwe poging, nieuwe kansen. Nou, we gaan wel kijken. Ik moet trouwens toegeven dat volgens mij mijn beeld een beetje achterloopt. Klopt dat, jongens? Ja, mijn beeld loopt achter. Potverdorie, ik ga hem daar even bijstellen. Ik sta trouwens vierde. Ja, joh, dit gaat nooit bij jou. Ik sta gewoon 20 seconden achter. En ik geef gas wat ik kan gassen, maar hij wil niet. Ik ga trouwens heel even mijn beeld fixen, jongens, want die loopt een beetje achter. Als het goed is, loopt hij nu een stuk minder achter. Ik ga eens even kijken. Hij loopt 6 seconden achter of zo. Ja, dit heeft allemaal te maken met mijn capture card. Echt heel raar. Fotografisch geheugen. Nou, altijd handig. Oh, Legends of Gaming NL, die is op zich ook wel leuk, ja. Staat nog steeds niet gelijk. Staat mijn goede capture card wel aan dan? Even kijken. Hmm.
Heel even kijken, jongens. Momentje. Oh, ik zie het al. Heel even een klein momentje. Dat is even iets fout. Als het goed is, zit er nu geen vertraging meer in. Als er nu nog steeds vertraging in zit, laat het even weten. Dan kan ik het daar gaan fixen. Nou, er zit nog steeds vertraging in. What the heck is er going on? Ik heb het nooit zo erg meegemaakt dat er zoveel vertraging in zat. Oh, wacht, ik zie het al. Even kijken. Doen we die. Gaan we nu eens activeren. En dan deze gaan we even... Dus ik kom al voor 2 keer nu inhalen zelfs. Activeren. Nou, volgens mij is hij nu ongeveer wel goed. Als het nu nog steeds niet goed is, moet je het even laten weten. Cool, ga slapen. Please, waar moet ik gaan slapen? Nee, het is nog steeds niet goed. Nou, ik weet niet wat vandaag mijn programma heeft. Even kijken. What the heck? Even kijken. Eigenschappen deactiveren. Dan zet ik deze omlaag. Even kijken naar die. Dan zet ik deze op. Even kijken. Die. En dan zet ik deze op. Even kijken. Die. En dan gaan we nog een keer proberen. Ja, het is echt even voor een nieuwe PC, jongens. Echt die capture card af en toe. Gold, is het trouwens al een tijdje geleden dat je op Twitch hebt gestreamd? Vorige zaterdag nog, volgens mij. Ik gun je slaap, maar als ik niet moe ben, dan kan ik toch niet slapen. Ga ik even no voten? Oh shit, ik moest eigenlijk liken, maar ja, boeien. Kijk, nu zit er geen vertraging meer in. Mooi. We fixed the problem. Tenminste, als het goed is, heb ik het probleem gefixt. Maar nu gaat hij wel op 60 frames per seconde draaien. Dus dat kan zijn dat dan de kwaliteit zo achteruit gaat. Maar dat moet jullie even laten weten zometeen. Die GTA race time staat op 4.45 als ik dit chat. Oh, maar daar kan ik niet aan kijken hoeveel vertraging dat tussen mijn capture card en mijn beeld zit. Want er zit eigenlijk een vertraging tussen capture card en beeld. En hoe dat komt eigenlijk, ik zou het niet weten. Want eerst had ik er nooit last van, maar eigenlijk de laatste tijd heb ik er steeds meer last van. Voor mij is dat wel een heel tijdje geleden. Damn it! Ja, ik hoop dat het is gefixt. Ik zou niet weten. Maar als je veel met die programma's moet werken, veel al fout is gegaan, dan weet je vaak al waar het aan ligt. Dus daar kun je ook heel snel dingen fixen. En anders wordt het toch één keer kijken naar een nieuwe... Nou, het zou nog kunnen liggen aan eventueel een HDMI-kabel of zo. Hij fixt die chicks. Nou, ik heb anders nog geen vriendin hoor. Dus of ik echt chicks fix. Dat is natuurlijk de grote vraag dan. Ach ja. Nou, we moeten toch even laden. Weet je wat? Ik ga eventjes wat te drinken pakken. Ik ben er heel even van weg. Bye.
Zo, daar ben ik weer. Ja, heel toevallig ook nog een pauzemuziekje er ondertussen, ja. Ik vraag me echt af of er op dit moment geen vertraging tussen zit, want ik heb echt een hekel aan vertraging. Ik heb nog steeds het idee dat er vertraging tussen zit, jongens. Ik kan er niks anders van maken. Het is misschien wel heel minimaal, maar ik zie het wel, volgens mij. Maar ja, het kan erbij liggen, hoor. Even kijken. Maar ik ga maar weer eens, het was weer gezellig. Is goed, man, Niels, zou ik zo zeggen, tot de volgende keer, man. Even kijken waar iedereen is. Zitten Wielinger zo ook al in mijn sessie? Nou, dan moet ik even wachten tot hun weer zijn gejoined en dan daarna gaan we weer starten. Als er trouwens dadelijk weer vertraging is of zo, laat het even weten. Yo, Bunny Games, welkom op het stream. Gezellig mee, kijk hoe is je erbij? Voilà. Nou, ik ga even draaien. Yo, is goed, Manchino. Was gezellig dat je erbij was. Ik zou zeggen, tot een volgende keer. Even kijken hoor. Wie zit er allemaal in de sessie? Wat zag ik dan daar net op de kaart? Allemaal rode dingen. Ja, daar. Twee rode pakketjes of zo. Ik weet niet wat het is. Ja, joh, zo gaat het altijd. Maar uiteindelijk is het altijd gezellig. Waar gaat de hele streamwijk over? Over vertraging, ja joh. Lijkt er net wel. Zeker een tijdje geleden van Burning Games. Even kijken. Wondekletter, wat moet ik ver weg? Ik moet echt heel ver weg. Daarachter liggen die pakketjes. Maar ik weet niet wat voor pakketjes het zijn. Maar ik ga ze sowieso destroyen of meenemen. Op de kaart. Wat? Dora? Is dat van Dora? Ik zou het niet weten. Ik weet alleen dat ik die pakketjes wil gaan halen. En dat ik er nog best wel een stukje ver weg moet gaan. Ik weet niet eens wat dit is, joh. Die gast die rijdt ook nog eens. Oh, dammit. Dat is niet chill. Moet je nodig ergens heen? Treuzel niet en kijk meteen. Nou. Even kijken waar we naartoe moeten hoor. Waar is dat ding gebleven? Zijn ze nu echt van de kade af? Nee. Zonde. Nou, dan gaan we hier wel even landen. En als Wieling dadelijk er weer in de sessie zit, dan gaan we weer starten. Even kijken, als het goed is kunnen we hier zo landen, aan deze kant. Is al meer dan anderhalf uur? Wat is al meer dan anderhalf uur? Oh! Wie is die gast die hier zo reed? Bam! Succes! Wij zijn keihard geliefd! Oh damn, dat kost me ook nog geld. Nee! Oh shit!
you died. Huh? What the heck? De mooie gouden adelaar. Waarom werd ik nu neergeschoten? Dat is niet aardig. Oh wacht, we moeten surviven. Ja, dat red ik nooit meer. Maar niemand heeft het gedaan, die survive challenge. Dus laten wij dat wel even doen. Gast, waarom schiet je op mij? Die gast is te tilt om me te schieten. Dat is niet aardig. Ja, nee, nu sta ik weer keihard van een vlieg of een niet af. Weet jij het helemaal zeker dat jij nu gaat vluchten voor mij? Succes. Doeg! Ze maar niet voor mij moeten vluchten. Zullen we nu een nieuwe alien hier komen? Nee, ja. Jammer. Oh wel. En waar was die alien dan? Ik zie hem niet hoor. Wat? Hier is de Eli. Nou, let's go. Let's do this. Nou jongens, dan gaan we weer. Hopsakalee. Yo, monkey onder de nel. Welkom op de stream. Gezellig mee. Kijk, hoe is het ermee? Nou, we gaan weer vliegend. Oh, wow. Wie staat hij eigenlijk onder mij? Hopelijk laat hij mij. Met rust. Val de langste distance zonder dood te gaan. Oké, dus we mogen niet doodgaan, maar zo hoog mogelijk vallen. Nee, jongens, ik ga niet dood. Ik ben expert hier, denk ik, hoop ik. Nou, op zijn knee, had ze flatsie knee. Maar. Hoppa. En kruisje. Huh? Val de langste distance zonder dood te gaan. Hallo, viel ik niet lang genoeg? Hè? Huh? Dat is onzin. Waarom telt hij niet? Wat deed ik fout? Wat deed ik fout? Ik deed helemaal niks fout. Huh? Val de langste afstand zonder dood te gaan. Dus je moest zo ver mogelijk vallen, maar je mag niet doodgaan. Ik ging niet dood. Maar toch telt hij niet. What? Hier snap ik helemaal niks van. Wat deed ik fout, jongens? Wat deed ik fout? Want dit keer moet hij goed gaan. Jongens, stream, boy NL, welkom op de stream. Gezellig dat je weer kijkt. Hoe is het ermee? Ik weet echt niet wat ik fout heb gedaan. Wat heb ik daar fout gedaan? Tell me. What do I want? Wil ik ook weten wat ik fout deed ook? Yo, Jaraskebats, welkom op de stream. Gezellig dat je weer kijkt. Hoe is je ermee? Nou, zullen we het nog een keer gaan proberen dan? Je moet vallen zonder dood te gaan. Nou, let's go. Vallen zonder dood te gaan. Waarom telt dat ding niet op? Hij telt niet op. Je moet een parachute hebben ofzo. Ook niet. Oh shit, nu heb ik geen reserve parachute. Oh shit, nu ga ik sowieso dood. Ik heb geen parachute. Ik heb MD1D2. Je wilt u bij AUB opvangen. AUB, dankjewel. Trampoline is gereed. En te laat. Het werkt echt allemaal niet bij mij. Kijk, Bradham krijgt ook een score, zie je? Hé? Nu snap ik er helemaal niks meer van. Nou, dat kan wel aan mij liggen dat ik er niks van snap. Naar mijn mening doe ik het allemaal goed. Maar Wheeling, die heeft het wel goed gedaan. Maar wat deed Wheeling dan anders? En dat je een paar meter boven de grond uit de heli moet stappen. Oh, is dat het? Ah, dat kan natuurlijk ook. Ik ga het proberen. Stap eens 5 meter boven de grond uit de heli zonder parachute. Ik ga het doen.
ga het proberen. Was 5 meter, jongens. Zonder parachute. Oh. Oh. Is dit haalbaar? Ja, joh. Let's go. Hoeveel meter is dit? Is dat niet haalbaar? Ik dacht, dat haal ik wel, maar... ja, wat is 14 meter dan, joh? Dat weet ik toch niet wat 14 meter is? Nou, te laat, helaas. Ben je nu kijken, Renk? Nice. Wielingen doe ik gewoon ook. Oké, nou weet je, ik ga voorstellen om gewoon met z'n allen toch even een last standing te doen met de friends in the sessions. Are you sure? Yep, I'm sure. Nou, let's go. Oh, oh, dat ding gaat eruit. Dat ding gaat kapot. Brandon draait. Brandon. Ja, dan moet je echt mij een vriendschapverzoek sturen. Ik stuur nou geen vriendschapverzoekjes. Oh, je was van een brugje afgesprongen. Nou, dat kan natuurlijk ook. Oh. Ik weet nog niet wat hier aan de hand is. Iedereen liefde denken bij mij. Okay. Nou, ik zit wel ergens in Rockets versus Insurgents. Oh, die is wel leuk eigenlijk. Maar ik ga even... Nou, ik weet niet of het met internet was. Ik heb het trouwens wel eens vaker hoor, bij GTA. Maar vind een nieuwe sessie vooruit. En dan gaan we even kijken of dit werkt. Ik ga ervan uit dat het werkt hoor, maar je weet het nooit. Nou, mijn internet kan niet aan liggen. Ik heb gewoon goed internet. Even kijken. En dan moeten we weer gaan wachten. Ik heb best wel een goede route hier staan hoor. Tenminste, ik heb bij andere games nooit eigenlijk echt last van internet. Alleen bij GTA, maar dat heb ik eigenlijk altijd al gehad. Dus ja, zou wel GTA liggen denk ik. Nu ben je niet meer zo zuur. Jij helemaal happy Maxima. Of was eigenlijk niet Maxima? Maximas bedoel ik. Of zo Maxime. Nou. Ik had echt te veel gold, maar nu niet meer. Te veel gold. Nou, als het goed is kunnen jullie weer gaan joinen. En dan gaan we zo meteen weer een potje zoeken. Last Team Standing gaan we weer eens proberen te joinen. Even kijken. Zo. Ik weet trouwens niet of er al iemand in mijn sessie zit. Nee. Maar jullie kunnen wel eventueel joinen als jullie willen. Ai, Wieling zit er wel in. Nou. Dan gaan we gewoon kijken. Even kijken. Last Team Standing, Friends in the Sessions, are you sure? Yep, I'm sure. Nou, let's search. Nou, ik ben benieuwd. Dus dan drink ik hier even een wijntje. Zo. T20 versus Rockets, nog interessanter. Helemaal happy, weer hyperactief zoals overlaatst 2 seconden. Oh, maar ik heb internet, ik heb 80 megabyte download snelheid en ik heb 8 megabyte upload snelheid. Dus mijn internet is het sowieso niet.
Mijn internet is echt op dat gebied goed genoeg. Soms zelfs 10 megabyte upload snelheid en 100 megabyte download snelheid. Nee, ik stream niet op 720 bij 60 frames per seconde. Dat gaat mijn dingetje niet leuk vinden als ik dat ga doen. Struisje, welkom op de stream, gezellig zien. Kijk, hoe is je erbij? Nou, nu? Is hij weer gestopt met zoeken? What the heck? Waarom is hij gestopt met zoeken? LTS. Are you sure? Huh? Waar is iedereen nu naartoe? What? Wieling is wel gejoined volgens mij. Volgens mij gaat er iets fout. Nou weet je, ik join Wieling wel even. Bij mij gaat hij ook wel lekker, joh. Even kijken, players. Wieling. Friends. Dan staat hij hier vast zeker tussen. Ik zit ergens in. Ja, ik kan je wel joinen. Komt goed. Tenminste, ik ga ervan uit dat er best vast en zeker een ruimte... vrij is voor mij. Waar kan ik het op doen, dus zo zien? Alles qua donatie staat uit op dit moment. Nee, dit is op de PlayStation 4 X-Pro Master. Ah, een tijdje geleden, vorige zaterdag ben ik nog de hele avond live geweest. En bij mij doet hij het wel. Oké. Nou, ik ga eens even kijken. Kijk. Nou, bij wie kom ik in het team te zitten? Ik ben benieuwd. Loading. Huh? Oké. En nu zie ik zwart scherm, laat scherm. Ik weet niet waar ik allemaal kijk te zien. In de bebouwde kom in het buitengebied. Nou, het ligt aan wat je buitengebied doet. Hoi. Ja, jij in het buitengebied. Ja, inderdaad. Want dan is het anders. Ik las het even verkeerd. Ik had zoiets van... wat? Ja, dat komt goed. We gaan zo meteen kunnen joinen. Ik hoop wel dat ik bij Team Blauw kom. Want Team Rood die is aardig slecht bezig. Ik ga eens even bij Wieling meekijken. Deze map ziet er best wel creepy uit. Is dit ook in zo'n map dat je met die wagen op zijn schans moet komen en dan vervolgens een wapen moet pakken en dan pas kunt gaan schieten? Of staat het andere team standaard op dat ding? Oh wacht, ja hier moet je... Oh wacht, ik snap hem al. Je moet erin landen en... Ja, deze is best wel lachen. 4,5 kilometer. Oeh, dat is best wel een stukje weg inderdaad. Maar de kaart glasvezel zal je zeker redden. Dat is één ding wat zeker is. Wieling, what are you doing? Maar hij komt trouwens waarschijnlijk in Team Rood, zo te zien. Want Team Rood, daar zitten er maar 6 in. En Team 1 zitten er 8 spelers in. En het ziet er trouwens wel uit als een aardig pittige minigame dit. Of minigame last team standing game mode.
Nou, nog eentje van Team Rood. En ik kan joinen. Ik ben benieuwd. Dat is wel 4,5 kilometer. Of dat is wel naar. 4,5 kilometer is ook verder naar school en winkel en et cetera. Ja, dat klopt. Als je 4,5 kilometer in het buitengebied woont, dan kun je vaak toch best wel een stukje moeten fietsen. Voor boodschappen, voor naar school, voor het voetbalclub, voor alles. Maar van de andere kant, het buitengebied heeft eigenlijk ook wel heel veel voordelen hoor. Nou, ik zou zeggen, maai die laatste rode er maar eens af en dan kunnen we weer gaan joinen. Ik moet maar 10 minuten naar school fietsen. Nou, als ik naar mijn werk moet fietsen, dan ben ik toch wel een uur bezig hoor. Maar daar maak ik ook gelukkig een scootertje, hoef ik niet te fietsen. Ja, maar scooters die zijn wel lekker makkelijk, ja. Die heb ik zelf ook. Het zou wat zijn als Team Rood nu er gaat winnen. Ze hadden een flinke achterstand, maar diegene die zit daar helemaal in de hoek. Dus ik vraag me eigenlijk af waarom, net als Wieling, die is daar nu proberen om naar te zoeken. Maar beter kunnen ze hem gewoon omver gaan rijden, denk ik. Maar volgens mij staat hij gewoon AFK, zo'n idee heb ik. Waarom ben je offline? Ik kan je sessie niet joinen. Ik ben niet offline. Ik ben gewoon online hoor. Kijk maar, mijn status is online. Is gewoon blauw. Nou. Ik heb nu 7 maanden scooter en ben nu bezig met auto. Ah, nice. En dan hoop ik, by the way, dat ik niet zo snel af ben. Maar waar zijn ze in ieder geval op aan het schieten? Ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Oh, waar heeft iemand neergerifeld, die gast? Oeh, wie heeft het nu gewonnen? Blauw had er nog 2. Maar ik weet niet wie de aanvallende partij was. Ik denk dat ik hier bij hun kom te joinen. Dat weet ik niet zeker hoor. Gaan we zo zien. Lucas, je ziet al dat een GTA 5 stream is, dat is helaas geen Mytopia. Ik ga pitten, ik moet morgen om 4:30 op. Is goed man, ik zou zeggen slaap lekker, tot de volgende keer man. Oh, je hebt morgen pas om 12:00 school. Nice. Nou, eens even kijken of het een beetje gaat werken. En in welk team zit ik? Ik denk in het tegenstanders team. Maar... Oké, ik moet dus tegen Wieling, maar Brandon zit wel bij ons trend. Nou, ik ben benieuwd. Is het gewoon de bedoeling dat we hier zo erop komen of wat is de bedoeling? Oh, wij staan er nu al op. Dat is wel nice, dat is een GG. En dan gaan we draaien en dan gaan we gas geven. Ik ben benieuwd. Ai. Bijna stonden we erop. Ah, dat is Brandon die erop staat. Nice. Heeft het even mooi voor elkaar gekregen, hoor. En dan gaan we draaien. En we gaan het een keer proberen. Ik ben benieuwd. Denk ik gaan we er gewoon op komen.
Oh, shit. Dat was een botsing. Nou. Weet je wat we ook kunnen doen? Zo, en daar gaan we. Let's go. Dat gaat niet als je in een last team standing potje of race of wat even dat ook zit. Moet je in de free game zitten. Wat is het hoogste bedrag wat ooit is gedoneerd? Ik wil overtreffen. Ik zou het niet weten eigenlijk precies zo uit mijn hoofd. Het hoogste bedrag. Wow. Dat was toen 108 of zo. Je GSM doet Iri, dat is niet zo chill. Ja. Nee! Ik was even bang dat mijn auto kapot ging. Maar op dit moment staat het donatiesysteem wel uit. Hopsakadee. Oei, erop, remmen. Oh, nee, ga ik er net over. Ja, ik ga binnenkort ook meer op de PC doen. Als ik mijn nieuwe PC binnen heb, dan komt het helemaal goed. Als ik een beetje beweeg aan mijn headset, opent hij de Google app of gaat hij muziek afspelen? Oké, GG. Dat doe je goed. Maar volgens mij hoort dat niet zo te gaan. Oh. Wowtje. Het werkt zo niet, jongens. Niet met zoveel mannen tegelijkertijd erop willen proberen te komen. En Steven, welkom bij, man. Ik heb zeker GTA voor mijn PC, maar ik moet even wachten totdat ik het geld heb voor mijn nieuwe PC. Want deze PC die kan GTA niet echt heel erg goed handelen. Dan merk je nu bijvoorbeeld ook al met de capture card, dat is gewoon, er zit gewoon vertraging tussen. En er komt gewoon allemaal... Mijn PC weet allemaal niet goed om te rekenen, om te zetten en allemaal dat soort dingen. Dus, maar dat gaat helemaal goed komen. Een maandje of drie wachten, denk ik, en dan heb ik hem. En ga je nooit opkomen volgens mij. Als ik zo door blijf rijden, komt het niet goed. Hoeveel heb je nodig voor een PC? Die PC die gaat rond... als ik echt alles erin heb zitten, dan gaat hij ongeveer tegen de 2000 kosten, dacht ik. Maar er komt dus een GTX 1080 in, er zit een i7 Intel Core in, de nieuwere varianten van alles en nog wat zit erin. De Astro A50, het is zeker een goede headset, maar die zijn best wel prijzig. €400 toch, een Astrootje A50, dacht ik. Chisel.
Laten we niet helemaal over. Laten we dat niet helemaal overlopen, Gold. Wat denk je steeds je kast aan het doen? Oh, blijkbaar kun je hier dus een sniper halen. Oh, die gast heeft een wapen. Nou, dan gaat hij hem zo niet halen hoor. Wat krijg je? Je GG's? En dat zijn? Misschien ben ik nu heel erg dom dat ik dat niet weet, maar wat zijn dat? Ja, ik zat ook al te denken, wat de heck zijn dat voor dingen? Nooit van gehoord. Schoenen? Ik zou niet weten. Nou, hoeveel monies hebben we gekregen? Oh, 12k, lekker. Oh, er zijn schoenen. Oh, zeg dat dan. Weet ik veel wat dat allemaal zijn voor dingen. Je hebt duizenden werk aan schoenen. Nou. Zou zomaar kunnen. Weet je wat ik eigenlijk wil gaan doen, hè? Ik wil nu die sniper gaan halen. Maar ik weet niet precies waar die sniper ligt. Maar er moet dus een sniper in-game zijn. Tenminste. Net had er iemand een sniper. En dan vraag ik mij alleen af, waar ligt die sniper ergens? Want net heb ik er eentje gezien met een sniper. Maar waarschijnlijk staat dat hier helemaal bij het gastje. Moet ik hem even killen en dan krijg ik waarschijnlijk een sniper, denk ik. Maar waar, oh waar staat dat gastje? Die moet hier bij de poort ergens staan, maar waar is die poort? Ja, je hebt hier een poort, maar dit is niet de juiste poort, denk ik. Even kijken waar die poort is, hoor. En eigenlijk wil ik wel heel graag een sniper hebben. Oké, nou dan moeten we hier dus naartoe. Hij is al dood geweest? Nee, dat is flauw. Ik heb geen sniper. Nu heb ik geen sniper. Heeft deze gast een sniper of zo? Welk team staat er nu boven? Hun of wij? Oh. Nou, let's go. Rip Gold zijn plannen, ja, zoiets. Inderdaad, ik had echt zoiets van, yes, ik heb goede plannen, maar blijkbaar niet. Maar dat maakt helemaal niks uit. Oeh, kom op. Een beetje draaien en een beetje smoothie. En stuiteren. En rollen. Ah, damn it. Ik lag er bijna op. Nee, hij gaat niet duwen. Nee. Wat is die gast aan het doen nu? Oh, er staat weer eentje open. Gold, volgende maand heb je je PC. Nee, never nooit, hoor. Nee, oh, ik heb een PC over 2 à 3 maandjes heb ik die. Tenminste, dat staat in mijn planning. 2 à 3 maanden. Ja, nee, shit, hé. Nu had ik gehoopt dat ik eigenlijk meteen gas kon geven, maar nee, dat ging het ook niet worden. Nou, dan gaan we Wieling eens even stalken. Kijk, hier aan Wieling. Wieling! lol. Nee!
Naar mijn mening kan Gold goed plannen. Ik zou niet weten of ik goed kan plannen. Nee! Oh, damn. Het is lastiger dan ik denk. Ja, het doneren is inderdaad uitgezet. Ja, dat klopt. Dat gaat helaas niet kunnen, Mats. Sorry. En dat was ik. Hij wil per se, hij krijgt per se. Ga je per se opsturen of wat? Nee, grapje. Nee, Maxie, nee, Maxime. Is allemaal niet nodig. Zolang wij het zelf weten, is het goed genoeg. Even kijken, waar is mijn controle? Oh, hier. Dat is even mijn controle kwijt. Lekker handig. Nou, Brandon, je bent als laatste over. Succes. Ik weet niet wat hier allemaal aan het tollen is. Wij zijn de aanvallende partij, dus wij gaan verliezen. Gold kan misschien ook wel leuker. Kan ook wel leuker, oh ja. Even kijken. Nou, kom op, hé. You can do it. Blijf alive. En dan hopen dat we bonus krijgen. Als we verliezen krijgen we 5k. En winnen wij krijgen we 12k. En ik heb het geld nodig. Want we moeten die 525k nog steeds hebben, jongens. 525 kaartjes. En dat is veel. Trouwens, wie van jullie weet, als je zo'n Intel Core i7 chip hebt, of je daar ook nog een cooler bij moet kopen? Want ik ben die PC nou ook zelf in elkaar aan het bouwen. Maar ik vraag me alleen af of er een cooler op moet. Want volgens de winkel hoeft er geen koeling op. Maar naar mijn mening was het i7 super warm en dan heb je daar een kapotte chip. Dus wie van jullie weet dat? Wat ik ga kopen, ik kan wel even mijn bestellijstje laten zien. Even kijken. Documenten. Waar staan ze? Wat ik ga kopen is... Nou, degene die willen weten wat ik ga halen, dit is het. Ja, ik zou het niet weten. Maar volgens mij is dat best wel een leuke PC, toch? En dan gaan de oude dingen, geheugenkaart hebben een eigen PC, die gaan dan maar mee, want ik vond het al duur genoeg. En dan ga ik later na, ga ik mijn PC die ik nu heb, die wil ik dan nog ooit een beetje upgraden met een harde schijf en zo, maar...
Wieling, hoe lang was jij nu ook alweer als volger? Toch bijna 2 jaar. Morgen of overmorgen ben je toch 2 jaar kijker of niet? Oh, hij staat nou cooler. Nou, dan wordt het nog wat duurder. Ik weet niet meer wat de comment was. Jullie hebben dat zaterdag uitgevonden. Uitroepteken. Ik zou het niet weten. Wie weet het nog? Ik denk dat Maxime dat wel weet. Oh, hey, ik sta bovenop. Nee, ik stond bovenop. Uitroep time was het niet. Uitroepteken. Uitroepteken. Comments. Wat was het comment ook weer eens? Uitroepteken. Uitroepteken. Ja, dat was het. Follow age. Nou, zo zie je maar, autocorrecten kan ook af en toe handig zijn. Yes! Nice! Money, money, money! 10 à 12k krijgen we er weer bij. Nu? Nee. Oh, ik dacht dat we... Hé? Ik kreeg net het scherm te zien dat we waren gewonnen. En nu in één keer niet. Wat? Oh, nu hebben we gewonnen. Lol. Ik dacht al, ik kreeg net toch ook al dat scherm te zien. Dat betekent dat je morgen... officieel... Nou, eigenlijk straks al 2 jaar officieel lid bent. Saat Gaming HD, welkom op de stream. Gezellig dat je meekijkt. Hoe is het ermee? Ja, dan moeten we eigenlijk morgen een feestje bouwen, hè? En ik kan je zeggen, morgen komt er weer een livestream. Die heb ik namelijk al in mijn planning staan morgen. En morgen wordt het weer GTA, jongens. Gewoon omdat het kan, gewoon omdat het leuk is, gezellig is. Ah, 11 maanden, 20 dagen en 1 uur. Yo, Millip, welkom op de stream. Gezellig om mee te kijken. Hoe is je erbij? Woet! Fout. Struisje, struisje, struisje. Jongens, echt al bijna allemaal gewoon een jaar, joh. Zo, de kletters. Oh.
Nou, doen jullie netjes. Nou. Hoeveel man leven er nog? Even kijken. Hierna gaan we trouwens even wat races doen, want dit begint een beetje saai te worden zo. Nee, daar was ik. Helaas. Drie accounts boven de 11 maanden. Ik ben Kingboy. Ja, natuurlijk ken ik je nog wel. Trouwens, Wieling, welk spel wil je morgen graag zien? Aangezien jij precies dan 2 jaar een volger bent, gaan we dat natuurlijk wel vieren met een feestje. Ja? Dus welk spel wil je morgen graag zien? Mag jij kiezen, Wieling? Maar benieuwd. Zolang het hopelijk geen VR-game is. Want VR-games kan ik niet echt interactie hebben. En dat vind ik altijd zo jammer. Ik ga binnenkort wel weer VR-games opnemen, maar dan moet ik even wat meer ruimte hebben. Wonderlijk, let, wat zijn er veel accounts? Vier accounts boven de 11 maanden. Je hebt wel veel accounts, Matt. Wie is Gold Eagle Bot? Dat is gewoon een robot. Ik ben er nog steeds trouwens, maar chat niet veel. Ik game liever en luister naar je. Jotan van Dijk, welkom op de stream. Gezellig dat je meekijkt. Hoe is het mee? Weet je jongens, ik ga jullie vandaag matsen. We gaan vandaag gewoon tot 11 uur door. Eigenlijk wou ik om 10 uur stoppen om opnames te gaan maken. Maar het is zo gezellig. We gaan gewoon een tot 11 uurtje maken vandaag. En deze livestream is morgen ook weer terug te kijken natuurlijk op mijn YouTube kanaal. Maar ook natuurlijk op Twitch kun je de livestream ten alle tijden gezellig nog terugkijken als je er zin in hebt. Of als je er geen zin in hebt, dan laat je hem gewoon lekker. Even kijken. Nou, dan gaan we weer. Er stond een AFK'tje. Gaat die of Dead Run spul doen? Nou, ik hou niet zo van Dead Run. En voilà. Oh, zo. Ik moet toch toegeven dat ik op dit moment al gewoon 4462 abonnees heb. Dus ik ben benieuwd of we voor eind dit jaar de 2450 zouden halen. Dat zou mooi zijn. Oh, ik bedoel de 2500. Die andere hebben we al. Oh. Oh, dit is eigenlijk de beste tactiek ever. Maar dan had ik iets harder moeten. We waren erop geweest. Oh. Ik ga waarschijnlijk om 10:30 of vroeger omwille van examen. Anders zal ik tot 11 uur blijven kijken. Ach, is toch helemaal niet erg, joh. Examens zijn wel wat belangrijker dan naar een streampje kijken. Ja, tuurlijk. Ik weet niet hoe hoog ik hier vloog, maar het was niet gezond. Nou, even draaien. Turn around. Nou, hoe laat moet ik er morgen uit? Nou, 7 uur. Kom eens op, hé. Ik kon er één keer op komen, maar ik kom er gewoon niet op. Het lukt gewoon niet. Ik heb geen examens. Ik zit in beroeps.
Maar zit je op beroepsonderwijs of zit je op of heb je al werk dat je een beroep hebt? Dat kan er natuurlijk beide. School is niet belangrijker, community is belangrijker. Nee, zo zit ik niet in elkaar. En binnenkort ga ik trouwens op YouTube samen met een andere YouTuber samenwerken. Ja. Want daar gaan we komend jaar ook mee beginnen. Ik ga komend jaar met wat meer andere YouTubers samen opnemen. En ik zeg altijd, kijk, als ze willen komen en samen weer willen opnemen, dan doen ze dat. Willen ze daar dan weer weggaan, dan gaan ze lekker weg. Kijk, dat maakt me helemaal niks uit. Als ik daar weer mensen mee kan helpen, gaan we dat gewoon leuk doen. En het is natuurlijk ook weer leuk als er weer een extra stemmetje te horen is. En soms gaan we ook zelfs met dubbele webcam opnemen en dat soort dingen. Dus het wordt super gaaf. Cool, ga je nog naar school? Nee, op dit moment werk ik. Morgen weer werken. Ja, als je het eigenlijk goed bekijkt, is school gewoon heel belangrijk. En oké. Ik geef toe, school is misschien niet het leukste wat er is, maar ja, het is inderdaad belangrijk. Yo, de Axel, en welkom op de stream. Gezellig dat je meekijkt. Hoe is het ermee? Oh, ik ben echt scheef aan het horen, joh. Nice, nou, let's go. Let's do this. Ben ik nu scheef of ben ik nu scheef? Wow, ja, staat ook echt zo'n auto echt midden op de weg. School bepaalt je baan. Ja, soort van. Het is maar 4 jaar van je leven, nou. Ja, school, dat moet je toch wel langer doen dan 4 jaar, hoor. Yo, Gold, ken je mij? Ik ben Zeeflow op Mindtopia. Zeg me niet heel veel, sorry, man. Maar met mij gaat hij op zich ook wel lekker. En Roro Games, welkom op het stream. Gezellig dat je meekijkt. Hoe is hij ermee? En 38 kaartjes erbij. Nou, dat is lekker. Nee, de mevrouw van wiskunde, als die roept. Wow! Het gebouw van de school begint te bewegen. Oh. Kijk, mijn school is stom. Ik zit op in privéschool. Vond thuisschool toch leuker. Ja, maar dat is toch ook chill? Gewoon thuis leren. Directeur Bank Cosmo. Zou kunnen. Ja joh, ik ken natuurlijk echt niet al die namen onthouden. Weet je hoeveel namen ik dan moet onthouden? Even kijken. Zo. Nou, Freemode dan maar. En dan vanuit Freemode gaan we weer even een nieuwe game mode joinen. Zo. Hehe. Ik ben last van mijn stem vandaag, joh. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Onthoud me maar, over een paar maandjes ben ik staf. Ik ben ook niet. Jullie begonnen over school. Ik was het niet. Ik ben eigenlijk ook heel eerlijk. Ik ben eigenlijk ook veel te vroeg van school afgegaan. Maar ja. Gold was sowieso ook ooit staf. Nee joh. Ik niet. Gold, ik zit zo meteen ook op GTA 5. Maar dan stuntrace playlisten. Oké, dat zou kunnen. Maar ik ga eigenlijk wel wat stuntraces doen. Ook eigenlijk nu zo meteen gaan opstarten. Denk ik. En dan kom ik bij je langs. Altijd gezellig. Hoewel op dit moment moet ik toegeven dat ik echt Mindtopia aan het verminderen ben. En dat heeft gewoon te maken, ik heb het echt gewoon veel te druk. Werk, YouTube, streamen. Ik ben nog bezig met een website te bouwen. Eigen server, Mindtopia. Ik
Dus ik ben eigenlijk de laatste tijd echt heel weinig online op dinges. Heb niks te zeggen, door dit liedje ben ik even sprakeloos. Door welk liedje? Waarom ben je sprakeloos op dit liedje? Nee, denk het niet hoor, jongens. Wat voor werk ik doe? Ik werk voor een programma wat op een regionale zender komt. En daar doe ik de video's voor filmen. En doe ik hun leren hoe ze eigenlijk uiteindelijk zelf die video's kunnen editen. Dus ik help me met de editing en met de filming. Dus zeker een leuk baantje, laat ik het zo zeggen. Lol. Nee, niet de gold show. Even kijken, zit iedereen in mijn sessie alweer? Even kijken, kloeren. Ik zie dat Wieling er nog niet in zit. Nee, Wieling zit er niet in. Daar wacht even tot Wieling er ook is. Dan gaan we daarna even met z'n allen een stunt race zoeken. Ik ga eerst even de geld op een bank zetten. Money, money, monies. Nou, weet je. Ik ga even heel eerlijk zijn. Vroeger was het echt een droom voor mij om gewoon ooit één keer mee te mogen doen met een show op tv. Lijkt me echt zo vet en ik zou nog steeds willen hoor. Als ik ooit zou worden gevraagd voor een tv-show, dan zou ik echt sowieso ja zeggen. Weet je hoe vet dat is? En ik kan wel zeggen dat de komende tijd wat meer talkshows komen. De Golden TV Show. Die brengen me ook nog gewoon op gedachten, hè? De Golden TV Show, op zich. Ik zou er best wel op zich een concept op kunnen gaan maken. Je brengt me op ideeën. Je brengt me echt op ideeën. Ik zit er echt helemaal te denken zo van... Aha, ik zie het hier voor me. Gold... hier zijn onze gasten. Gold, opeens zijn gold. Het einde heel stil. Abonneer op mijn kanaal. Doeg! Moet je natuurlijk wel even profijt van maken, hè? Nee, maar ik hoop eigenlijk steeds wel eigenlijk ooit iets misschien voor tv te kunnen doen of zo. Maar het zou wel nooit, joh. Kijk, weet je, ik ben blij dat ik wat ik nu kan doen voor jullie met YouTube, met livestreams. Ik vind het gewoon leuk om jullie te entertainen, dat is het belangrijkste. En ja, wie weet, misschien komt er wel ooit iets van. Misschien komt er niks van. Kijk, weet je, ik ben niet zo'n iemand die hoge verwachtingen heeft of zo. Ik weet het nog heel goed dat ik toen ooit zei zo van... dit jaar van... Nee, vorig jaar zei ik dat. Ik hoop dat ik eigenlijk komend jaar 1000 abonnees haal. En nu heb ik er in één keer pikant bijna 2.500. Oké. Kijk, dat bedoel ik dus. Ik stel nooit echt verwachtingen aan mij. Ik heb zoiets van, ja joh. Ik zie altijd wel hoe het loopt. Ik zie wel hoe het gaat. En... ik leef met de dag. Oh. Hey. Dus God, als Adam zoekt even, vraagt me, doe je mee? Is ook een tv-show. Ik ken de hele tv-show niet, maar... God, fix. Even kijken, zit iedereen alweer in mijn sessie? Ja, iedereen zit in mijn sessie. Nou, even een wakker schudden. Want we gaan even een stunt-serie race doen. Friends in the sessions, are you sure? Yep. Ik ben 100% zeker. Nou, er zitten alvast 4 man in. Stunt Afterburn. Nou.
RTL Late Gold. Zou jullie dat echt willen dat ik gewoon één keer een real live show ga doen? Ik kan jullie trouwens wel één ding verklappen. Komend jaar komt er een livestream. Een livestream die ongeveer een uurtje of... wat zou het zijn? Een uurtje of 12, 14, 16 gaat duren. 16 tot 18 uur. En het is iets heel anders dan gameplay. Wat het gaat zijn, dat ga ik nog lekker niet zeggen. Maar er komt een livestream komend jaar aan. Op een hele aparte manier. Hele leuke manier. Maar ja, ik ga je er lekker niks over vertellen. Dat blijft gewoon iets voor mij nog. En ik weet zeker dat jullie dat ook lachen gaan vinden. Ik heb serieus nooit zo hard gelachen om een livestream, maar die van jou, Gold, die zijn altijd grappig. Ik kijk je video's, je bent altijd, altijd serieus. Is zo funny. Ik serieus? Ik ben helemaal niet serieus. Ik heb geen zere neus, ja. Ik serieus. Nah. Nee, dankjewel. Daar hoef je me niet voor op te geven op zoiets. Op Gold style. Maar wat denken jullie wat het kan zijn? 16 à 18 uur lang duurt die livestream. Maar wat voor livestream gaat het zijn, jongens? Doe eens een gokje. Ik ben heel benieuwd of jullie enig idee hebben wat dat kan zijn. The Voice of Gold. Nee. Sowieso een talk show. Nou, dan heb ik een lange talk show. Dat is een lange talk show. Nee, joh. Een karaoke party. Nou, dat is het ook niet. Kun je voor worden gebannen zelfs voor mij voor een karaoke party. Holy moly, deze race. Een stream met crew of zo. Nou, ook niet. Een roomtour. Een 18 uur lang durende roomtour. Ja, het lijkt er een klein beetje op, denk ik. Maar het is niet echt een roomtour. Laten we het daar alvast ophouden. Maar die roomtour die komt wel het dichtstbijzijnde in de buurt. Dat moet ik eerlijk toegeven. Wie zit hier voor mijn neus? Wie is dat? Oh, dat is Wieling. Het is ook sowieso in mijn kamer. Dat is ook iets wat zeker is. Nou, jullie zijn wel heel erg benieuwd, hè? Vlogje van 16 uur. Ja, dat is wel een erg lange vlog. Oud en nieuw met Gold. Nee, dit jaar is het met kerstmis en oud en nieuw. Geen livestream helaas. Dit jaar niet. Ja, heel misschien met oud en nieuw wel, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar sowieso met kerst is er dit jaar geen livestream. Tafeltennis met Gold. Het is hier niet wat ik denk dat het is. Wat denk jij wat het is, Bart? Een sporttoernooi? Nee. Je kan het niet meedoen aan een sporttoernooi. Janne, welkom op stream, gezellig als je meekijkt. Hoe is je erbij? Go! Er staat hier eentje stil, joh. En
iemand. Heel erg bedankt voor de follow. We gaan even kijken wie dit is. Dit is Floris Streamen. Thanks voor de follow. Welkom bij GC. Nu ben ik ook echt heel benieuwd of je weet wat het is. Een closet tour. Nee, zou ik zeggen wat ik eigenlijk van plan ben? Moeten jullie zelf zeggen of jullie het leuk lijkt? Maar jullie vinden het altijd heel leuk om een keer een dagje te kijken in het leven van een YouTuber. Nou, ik had dus het idee om gewoon één keer, letterlijk en figuurlijk vanaf dat ik 's ochtends opsta, gewoon de livestream aan te zetten met een camerabeeld. En dat jullie gewoon kunnen zien wanneer ik aan het opnemen ben, wat ik dus aan het opnemen ben, hoe ik het aan het opnemen ben, hoe ik aan het bewerken ben, wanneer ik gewoon lekker chill aan het livestreamen geworden, doet dat niet, want dan ben ik al aan het livestreamen. Wanneer ik een potje ga gamen met een aantal mensen, hoe ik dan ben, gewoon echt hoe ik ben. Dan kijk ik op zich op dat moment ook niet op de chat, maar dan kunnen jullie gewoon één keer een hele dag meekijken van wat doet Cool nu in zijn, of is het dagelijks ding. Dus Youssef, thanks voor het volgende, welkom bij GEC. Maar dan moeten we wel even wachten totdat ik mijn nieuwe PC heb. Want dan kan ik op deze stream namelijk, of deze PC de stream draaien. En op een andere PC dan gewoon gamen. Je hebt best een moeilijk bekend gezicht. Maar ik kan er even niet op komen. Heb ik een bekend gezicht? Ja, ik ben Gerard Joling. Ah nee, grapje. Nee. Non de kletter. Hoppa. Oh, sta ik gewoon eerst, hè? Nice, dat gaat lekker. Krijg weer lekker monies. En I like monies. Nee, je gaat me niet op het einde inhalen. Nee, 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 nee. Nee. Hey, Flippy. Nee. Jawel dus. Jongens, zeg dat er een valspeler is. Echt gewoon voor het einde met nog in gaan halen. Even kijken. Like. En dan gaan we door naar de volgende race. Even kijken. Vinewood downhill. Even kijken wat dit voor race is. Nice, even kijken. Hoop dat we niet al te lang hoeven te wachten, want ik haat al te wachten. Yo, Smok is net, welkom op de stream, gezellig spreek. Kijk, hoe is je erbij? Is het uitroepteken gold? Ik zou het niet weten. Jongens, goed, Maximus. Ik zou zeggen, nog een fijne avond en tot de volgende keer, man. Heb ik deze race überhaupt al ooit gedaan? Ik heb al veel stunt races gehad, maar deze? Kom uit je zo niet bekend voor.
Gold Species Go. Wat zit nu weer voor liedje op de achtergrond? Ik zou niet weten wat voor achtergrondmuziek het allemaal is. Dat kun je niet zien. Dit is... Even kijken, wat is dit voor muziek? Het heet letterlijk en figuurlijk Hands Up of zo. Ik zou het niet weten. Ja, dit is allemaal muziek wat ik gewoon allemaal van mijn dingen heb, van mijn partnership. Dus, deze motor was net wel fijn. Confirm, continue. Dit zijn allemaal in de categorie dance, house en dat soort muziek allemaal. Ik weet ook niet wat voor muziek het allemaal is. Ik zet altijd gewoon de playlist aan en dan zou het wel goed wezen, zeg ik altijd. Maar vind je het lekker op kermismuziek lijken? Valt ik er best wel mee. Ik vind het op zich nog best wel lekker deuntje. Wie heeft hier zo'n kerkorgel? Oh, gast! Waarom staat ik eigenlijk niet stil, jongen? Had er ook eentje zo stil voor mijn neus? God, ik leer je even straattaal. Waarom je leert me even straattaal? Zo te halen? Please! Haal het. Oh, we gaan te hard! Wow! Waarom ga ik altijd hard? Rustig is goed. Ik weet niet wat jullie allemaal willen nu, maar... Nee! Klootskant! Gold, denk nu straat dan. Nee, bedankt. Ik ben blij met mijn eigen taal. Nee, maar ik heb helemaal niks van straat aan, joh. Oh, ik mag geen stunts doen. En het zijn stuntraces. Oh shit. Dat is niet aardig. Oké, nou we gaan er gewoon voor. Al staan we helemaal achteraan. We gaan hem gewoon uitrijden. Meer kunnen we ook niet meer doen. Heb je helemaal gelijk, struisje. Hoeveel seconden staan we achter? 45 seconden? Ja, geen pij. Ik kan echt ook geen stunts doen of ik vlieg er gewoon over. Dat is niet leuk. Daarom ga ik ook veel liever met auto's. Wie staat er eigenlijk eerst? Oh, Wieling staat eerst. Is het trouwens één ronde of zijn het er ook niet twee? Oh, het zijn echt gewoon checkpoints. Nou, we gaan eens even kijken dan. Let's go. Yo, goed man, Mats. Tot de volgende keer, man. Oh, chill. Ik was even bang dat dat het niet goed ging komen. Maar dat kwam wel goed. Blijf online tot de update er is. Welke update, Uutje? Nee, ik ga niet zo iemand moderator maken. Zo. Wat? Ik sta nog steeds meer seconden als achter. Nee, het is niet goed. En dan misschien haak ik ze er wel bij, maar het gaat niet goed komen zo. Oké, denk eraan, niet stunten gold. Want dan ga je erover. Please. Nou, ik denk je gaat het wel goed. Yo, de G-Gol. Welkom op de stream. Zelfs ben ik er iets mee. Even kijken, zo, dat is dan lang geleden. Hoe is het dan met jou? Met mij is het wel goed en het is inderdaad wel een tijdje geleden. Zaterdag weer voor het eerst gestreamd en dan vandaag weer. En nu ga ik weer wat vaker live zijn.
Maar Floris, echt, ik had dan inderdaad die video erover gemaakt. En oh, er waren mensen boos op mij geworden. Maar ik had echt zoiets van, ja, kijk, weet je, ik ben gewoon iemand die vertelt gewoon recht de waarheid hoe het gewoon zit. Dus, ach ja, even kijken. Maar hoe gaat het met iedereen? Met mij is je lekker, man. Hoe is het met jou dan? Nou, ik ben iets dichterbij gekomen. Oh, ze willen ervoor zorgen dat ik geen AFK krijg. Oh, dat vind ik wel aardig. Dat vind ik heel lief. Als had ik echt een AFK'tje gekregen. Of een AFK'tje, wat zeg ik maar nu? Een DNF'je. Een AFK'tje. Te veel Minecraft gespeeld, jongens. Even kijken. Mokkerplein, thanks voor de follow, welkom bij IGC. Stond een Vespianza of zo, weet ik veel wat dit voor race is. Het is in ieder geval iets met auto's, dat is positief. Moet het eigenlijk wel goed komen. Ja, dat ik inderdaad gehoord, ja, dat er morgen nieuwe maps van MW 1, de remake, uit kwamen. Oh, zijn jullie nog maar met 4 man? Nou ja, zeg. Echt, ideeel het liefst iedereen, joh, zo saai. Ik vind het altijd leuk om met echt een grote lobby te rijden, racen. Weet je, ik ga gewoon even lieven. Dan gaan we nog even kijken hoeveel geld we nog nodig hebben voor de update van onze leuke auto. En hopen dat we toch echt binnenkort wel één keer kunnen gaan updaten. Dan gaan we gewoon even free roomen. En vervolgens ga ik straks ook echt voor een video ga ik, nog wel een paar races opnemen. Een stuk of 2, denk ik. En die komen morgen vroeg al trouwens online, die GTA races. Of ik ga ARK opnemen. Wat zien jullie liever morgen vroeg? ARK of GTA? Ark, GTA zie ik al. Gold, wat vind je van de functie van de bank in Mindtopia? Ik heb er eigenlijk nooit iets mee gehad, Floris, dus ja. Ik zou niet weten. Even kijken. Ah, we hebben maar 10.000 erbij gekregen, dat is niet heel erg veel. Waar staat mijn auto? Waarom staat mijn auto hier nergens? Mijn auto. Maar dan geen auto, ook goed. Oh, wacht, die heb ik natuurlijk niet meegenomen. Yo, Sydney Boeddha, welkom op de stream. Gezellig dat je erbij kijkt. Hoe is je erbij? Even kijken waar mijn auto staat, hoor. Ik wil mijn auto. Even kijken. Voor mij staat hij op Eclipse Tower. Ik ben niet helemaal zeker. Ach, wat hebben wij voor een oud ding daarbij? Dat is zo'n Land Rover idee, toch? Of zo? Morgen om 5 uur komt de update. Nice.
Maar dat heb ik al twee keer ooit geprobeerd, Floris, maar nooit iets gekregen. Doen jullie dan ook aan een half mil? Of is dat alweer too much? Dan kan ik ook eindelijk Cosmo verbouwen. Even kijken, wie zit er al allemaal in mijn sessie? Even kijken, ik moet kloeren. Zit Wieling er ook alweer in? Wieling en Brandon, die deden net nog mee. Even kijken, Wieling zie ik niet. Ik zie trouwens ook geen Brandon ertussen staan. Beetje jammer. Middenkort. Je hebt 3 miljoen. En 300.000. Nice. Ik heb hier op dit spel al helemaal niks, joh. Ik heb hier 275k. Bijna niks. Oh. Maar dan moet ik wel toegeven dat ik op dit moment een hele mooie vette auto aan het pimpen ben. Oh, hij zit bijna vol. 29 man zit er al in de sessie. En in welke stad was dat, Floris? U gaat Ark ook halen, nice. Het is zeker een tof spel. Nee. Moet het ook gewoon naar binnen kunnen? Wacht even hoor. Hoe werkt dit? Cosmo. Daar maak je veel geld mee, is dat zo? Daar moet ik het doen. Het is wel de planning dat ik ze uiteindelijk die bedrijven ga halen, inderdaad, dat klopt. Maar ik weet het niet. Ik moet even kijken. Ik heb sowieso nu deze mooie auto. Ik vind hem echt vet. You pay the cleaner 50... Wat? De schoonmaker 50 euro betalen? Welke schoonmaker, joh? Sinds wanneer heb ik een schoonmaker? Zijn dat ook weer nieuwe dingen of zo? Ik ga slapen, was een leuke stream. Is goed, ik zou zeggen slaap lekker, tot de volgende keer. Oh. Maar ik vind dit echt zo'n chill auto. En dan is hij nog niet volledig geüpgraded. Hij moet dadelijk... die upgrade die kost 525.000. En dan is hij ook eens volgens mij meteen een stukje sneller en zo. Maar hij is nu eigenlijk al, als je het zo kijkt... ripperonisch. Oh jongen, die gast die gaat een raket naar zijn neus krijgen. Ik zweer het hem. Kom nog maar één keer over. Kom dan. Waar is die pannenkoekenbakker? Kom dan. Als hij één keer overkomt, is hij de klos. Ik schiet hem eruit. Is hij nu... Nou, wat? Volgens mij is hij al uit de lucht geknald of zo. Ik weet het ook niet. Ik zie hem al. Ik zie hem al zweven op de kaart. Maar die gast die gaat niet lang leven. Ja, dat klopt. Die auto's zijn heel duur, maar wel vet. Het tunen is veel te duur eigenlijk. Maar ja, dan heb je het ook echt je geld aan uit te geven. Hè? Ik was je niet. Oh wacht, hier was er ergens een winkeltje, of niet? Zag ik goed? Even winkel overvallen. Aan het einde van deze straat. En er is iemand in mijn sessie. Ik denk dat het een Wieling is, want het heeft een blauw ding en een geel ding. Of het is Brandon, kan natuurlijk ook. Want Brandon zit volgens mij ook bij ons in de crew. En nu vraag ik me af wie het van hen is. Even kijken.
Het is Brandon, maar Wieling zie ik er nu niet tussen staan. Even kijken. Oh, hier zo moeten we naartoe. Nee, maar als je dadelijk eigenlijk gaat kijken, zo'n zaak die kost ook... Wat kost dat nu zo'n zaak van die motorclub? Een 750k of zo? Dan moet ik nog langer sparen. Ik ben echt zo slecht in sparen. Mij was hier ergens die winkel. Hallo, waar is die winkel? Ah, hier zo. Ik zie hem al. Yo, dit is FoxNL. Welkom op de stream. Gezellig dat je meekijkt. Hoe is hij erbij? Hier zo is hij. Deze hebben we nodig. Even kijken. Nou, gast. Jawel. Geef me eens eventjes heel snel de geld. Hey, ik heb het wel sneller, joh. Ik had die kast al binnen een seconde leeggehaald. Nou, schiet eens op. Duurt te lang. Dat duurde te lang, joh. Hier, ik straf je meteen af. Had je maar niet zo lang werk moeten hebben. Oké, okay, nou. Je kunt er twee keer normaal gesproken uit die kas halen. Dus moet je die kapot schieten dan of zo? Oké, okay, nu is die kassa open. Oké, okay, en wegwezen. Wat? Kijk er maar 100 uit. Ladder! Dit is op de PlayStation 4. Gold, hoe ben je eigenlijk bij Mytopia gekomen? Dat weet ik al niet meer. Ik heb ze ooit gewoon gekocht. Alles bij elkaar upgraden kost 1 mil, zelfs 1,5 mil. Maar je maakt er wel veel winst mee. Oké. Okay. Oh, 1,5 mil. Maar moet je ook nog iets doen voor die winst als struisvogel, of dat niet? Oh, die agenten zullen ook wel denken. Zoekdekking! Nee, hoe was het ook weer eens? Ik weet het echt niet meer, joh. Dat is een half jaar geleden alweer, joh. Hoe ben ik ooit mijn Topia gaan spelen? Ik heb dat gewoon ooit random gekocht of zo. Niet echt door David of zo. Ja, ik heb het wel natuurlijk op David's kanaal altijd gezien, Mindtopia. Maar het is niet dat ik door David het ben gaan spelen. Ik had het gewoon op een keer met zo'n idee van, nou, ik wil toch ook eens even kijken, joh. Toch eens even kijken wat het is, want ja, ik vond het altijd een concept waar ik eigenlijk niet van wist wat ik ervan moest vinden. En toen ik het ging spelen had ik zoiets van, ja, Je moet spullen kopen en dan maak je ze producten en dan breng je het weg. Oh, zo werkt het. Verdien je wat met Twitch? Nee, ik verdien helemaal niks met Twitch en YouTube. 0,0 heb ik namelijk uitstaan. Het was niet waar hij nu naartoe aan het reizen. Weet je, ik stuur hem eens even naar ergens naartoe. Ik ben benieuwd of je daar naartoe durft. Er staan wel twee hele mooie Hydra's. Zo, en die weer aan.
is goed, jubeling. Ik zou zeggen, slaap lekker en dan waarschijnlijk tot morgen. Struisvogel met heel veel getalletjes erachter. Hoe laat is het eigenlijk? Dit is nu 4 minuten voor 11 en dat betekent dat ik zo meteen ga stoppen natuurlijk met de livestream. Als jullie de livestream helemaal terug willen kijken, dan kan het natuurlijk altijd op mijn YouTube kanaal, maar dat kan ook op Twitch. Ik zou voor degenen die mijn YouTube kanaal nog niet kennen, even een linkje in de beschrijving zetten. Even kijken. Oh. Nou, verloop ik controller in één keer. Uitgetikken. YouTube. Als het goed is, moet dit linkje werken. En als is het uitgetikken. Zo dan. Dan is dat een linkje. Oké, nou. Let's go. We hebben hier een aantal Hydra's. Ik ga proberen of ik er een Hydra uit kan halen. Oh, ik ga ze nu echt irriteren, die Hydra's. Of ik weet niet of het Hydra's of die andere zijn. Oh, die gaat recht op hem af. Ja. Oh, ik kan er bijna. Oh, dit gaan we leuk doen. Ik ga heel rap vluchten. Ja, ik zat er ook altijd denken om daar naar binnen te gaan. Maar ik weet niet of ik dat nog ga halen. Please, let me in. We staan hier nu met 2 RPG's klaar. Oh, daar stond hij bijna neer. Ik ga hier aan deze kant staan, denk ik. Ik wil eigenlijk heel graag nog een keer hebben. Sjors, thanks voor de follow-up. Welkom bij GC. Boom! Ah, shit. Oh, lucky bastard. Heb ik ook nog andere appetjes? Nee, dit is de enige appetje die ik heb. Oh, dit is stom. Komt de politie zich er nu ook nog mee bemoeien? Lekker handig, jongens. Nou, die zijn dan weg, die politieagentjes. Mooi. Ja, hoe gaan we dit ooit aanpakken? Ik wil hem er eigenlijk uithalen. Oh ja, dat is eigenlijk ook een hele goeie. De minigun. Maar heb ik al een minigun? Heb ik een minigun? Nee, want had hij hierbij moeten staan. Oh, daar moet je level 100 voor zijn. Ja, daar moet je zeggen dat je ooit level 100 gaan worden. Nou weet je, ik kan je vluchten. Ik kan je vluchten voor mijn leven. Ik weet niet of het verstandig is, of het wijsheid is. Maar ik ga vluchten. Ik ga echt vluchten voor mijn leven. Oké, here we go. Ja, dan zal ik eens over na te denken. Oh. Brandon! Oeh, dan moet je opschieten, Brandon. Schiet op! Nee, de juiste kant instappen, please! Ga dood! Ga dood! Nee, ik wil niet dood. Oké, weg hier, weg hier, weg hier. Oké, grote politie! Bokken! Holy damn! Oh, dat kan leuk worden. Moet hij ons natuurlijk niet gaan lokken. Waar is die gast überhaupt? Is hij neergestort of zo? Ik zie hem niet meer. Waarom zie ik hem niet? Waar hangt hij bijna stil? Oh shit! Oh shit! Oké, nou, weet je, dit was een mooi einde. Meteen, ja, battle game over. Wat maakt het ook uit? Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van deze livestream. Ik ga in dit geval alvast natuurlijk GTA afsluiten. En dan zou ik zeggen, voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze livestream. En hopelijk tot snel bij de volgende livestream.
hier op dit kanaal. En voor degenen die dit als video hebben teruggekeken, heel erg bedankt voor het kijken naar deze livestream natuurlijk teruggekeken. En hopelijk check jullie snel weer bij een nieuwe video en anders bij een livestream. Ik zou zeggen, jullie nog een hele fijne avond toegewenst en hopelijk tot gauw.